Goedemiddag allemaal. Welkom bij dit waterstof-event van Dutch Power. Hopelijk over een maandje weer een live-event. Dit keer gaat het nog digitaal. Op een dag als vandaag is het denk ik wel een interessante om, als deze over 10 jaar zou zijn, dan denk ik dat we heel veel overschotten aan elektriciteit zouden hebben. Wat zouden we daarmee gaan doen? En wordt het dan ingezet in waterstof? Nou, wij gaan vandaag u meenemen wat we dan in de gebouwde omgeving met waterstof zouden kunnen doen en hoe de netbeheerders de richting op gaan. Eén excuus. Het lijkt soms misschien dat ik wat wazig overkom bij de camera. Lijkt een grote barst in te zitten, maar dat gaan we wel zien. Vandaag in ieder geval heel veel plezier. Ook het liefst een hele interactieve sessie. En om snel naar het programma te gaan, wil ik heel graag voorstellen een van de goeroes van steden op het waterstofgebied, Frank van Alphen, die ons gaat meenemen in de roadmap van de netbeheerders. Heel veel plezier. Bedankt, Marco. Frank van Alphen, werkzaam bij steden, maar tevens voorzitter in Netbeheer Nederland Verband, de netwerken voor duurzame gassen. Waar we kijken naar de toepassing van duurzame gassen in het bestaande energiesysteem. En eigenlijk wil ik jullie meenemen wat we doen binnen Netbeheer Nederland met alle gezamenlijke netbeheerders, daar een doorkijk mee geven. Maar eigenlijk wil ik daar eigenlijk mee jullie meenemen van waar staan we nou en in welke wereld zien we nou? Hier zie je dus een aantal krantenkoppen of berichtingen van de overheid. Dat we zeggen in 2050 dat we niet meer koken en stoken willen op aardgas. De aansluitverplichting is bij nieuwbouw eraf gegaan. Dus nieuwbouwwoningen worden niet meer standaard aangesloten op aardgas. En ook in Nederland is de aardgaswinning eindig. En dan begint eigenlijk de vraag van hoe relevant, gezien die ontwikkelingen, hoe relevant is dan het gasnet dan hierin nog? En als je een dergelijke vraag stelt, moet je eigenlijk kijken van, wat heb je op dit moment? En dan zie je eigenlijk als je het huidige energiesysteem, en dan kijk ik even naar het elektriciteitsnet en het gasnet, bij elkaar zet. Dan zie je in het blauw het verbruik. Dus de lichtblauwe lijn is het trendverbruik van 2016. Hè, dat is het gemiddelde over de jaren van een gasverbruik. De blauwe piek die je daarin ziet, dat is dan afhankelijk van het verbruik in de strenge winter in 2012. En onderaan zie je eigenlijk het elektriciteitsverbruik schommelen. En daar zie je eigenlijk al, wat opvalt is de orde grootte tussen de energie wat er door het gasnet heen stroomt en het elektriciteitsnet. En ook eigenlijk de schommelingen die gevraagd worden in het gasnet met daarbij eigenlijk de pieken juist in de koude periode. Als we kijken naar de infrastructuur, heb ik in de rechter kolom of tabelletje neergezet het gasnet vergeleken met het elektriciteitsnet. En wat je eigenlijk ziet is gelijk het gasnet is een stuk kleiner dan het elektriciteitsnet. En aangesloten, de tweede lijn of de tweede regel, zie je ook dat het gasnet 1 miljoen ongeveer minder aangesloten heeft. Maar vervolgens, als je kijkt naar de onderbreking en de levensduur, of de gemiddelde duur van een onderbreking, dan zie je dat eigenlijk in het gasnet veel betrouwbaarder of een kortere onderbreking hebben vergeleken met het elektriciteitsnet. Dus daar zie je eigenlijk al gelijk een aantal verschillen. Het gasnet die een grotere hoeveelheid energie kan transporteren, de wisselende vraag aan kan, eigenlijk met een lengte kleiner is, en eigenlijk ten aanzien van de onderbreking en de duur van de onderbreking beter of effectiever is dan het elektriciteitsnetwerk. Is het dan positief? Nee, je ziet dus ook ontwikkelingen door de verbranding van aardgas, dat er CO2 bij komt. En dan zie je dus initiatieven ontstaan in Nederland van gas los. Maar eigenlijk, gas is niet het probleem. En het net is daarbij ook niet het probleem. Maar het aardgas is het probleem. Want aardgas, met het verbranden in de cv-ketel, komt de CO2 bij vrij. En juist daar willen we tegenaan of tegen acteren. En ook de aardbevingen zochten juist de winning van aardgas in die plekken. En dat dan de problemen veroorzaken. Dus hebben we als netbeheerders gekeken van welke gassen zouden er überhaupt door bestaande gasnet heen kunnen. En daar hebben we
zowel de landelijke netbeheerders als alle regionale netbeheerders onderzoek naar gedaan. En wat je eigenlijk ziet, is dat het bestaande gasnet eigenlijk met vrij weinig aanpassingen geschikt te maken is voor 100% waterstof. Dat heeft bij ons ook toegeleid dat we als netbeheerders een ambitie uitspreken dat we dus daadwerkelijk ook vanaf 2030 waterstof als een volwaardige optie willen inzetten om tot die verduurzamingsstappen te komen. Betekent dan dat we tot 2030 kunnen wachten? En nee, juist niet. Er zijn op dit moment nog zoveel vragen die we moeten beantwoorden. En daarom moeten we dus ook echt nu aan de slag om te zorgen dat we dus voldoende weten om waterstof als een volwaardige optie in het energiesysteem in te kunnen gaan zetten. En daar hebben we als gezamenlijke netbeheerders een roadmap met een visie en een actieplan opgemaakt. Grofweg zie je dan drie lijnen. In het bovenste stuk zie je eigenlijk de onderzoeksroadmap die we hebben. En vervolgens de pilots en meer de PA-slash de regulering en communicatie. En dan wil ik eigenlijk beginnen met de onderzoeksroadmap, de bovenste balk. Wat je daarin ziet is dat de afgelopen periode, vanaf 2018, dat we de eerste onderzoek hebben gedaan naar het net, dat techniek en veiligheid daarbij de eerste prioriteit hadden om te zorgen dat we de pijlers die we doen in het veld, dat we daar voldoende over kunnen zeggen en dat we daadwerkelijk alles gecontroleerd en veilig uit kunnen voeren. Je ziet nu dat er rond 2022 gaat die focus wordt breder. Dus we gaan ook kijken naar wat heb je nodig ten aanzien van de marktsamenwerking? Wat heeft er nodig voor klantenproduct? Hoe ziet zo'n omschakeling eruit? Dus die focus van de veiligheid en de infra, die gaat ook breder. Die gaat juist op zoek naar andere koppelpunten, systeemintegratie en daarmee dus breder dan alleen de netbeheerders. Dat verbindt me eigenlijk nog op het volgende punt, nummer 2, de projecten en pilots. Theorie, onderzoek, dat kun je nog 20 jaar doen. Maar eigenlijk waar je het meeste mee leert is gewoon naar buiten toe gaan en daadwerkelijk het gaan doen. Dus je ziet daar wat verschillen tussen de landelijke en de regionale netbeheerders. En je ziet ook een fasering in de experimenteren, het daadwerkelijk omschakelen. En hoe de volwassen fase dat we daadwerkelijk waterstof als volwaardige optie kunnen in gaan zetten. En natuurlijk de onderliggende regel nummer 3. En dat is de samenwerking tussen de netbeheerders, maar ook de ketenpartners. Dat we dus als een gezamenlijke keten verantwoordelijkheid kunnen nemen, op die manier waterstof in kunnen gaan zetten als volwaardige optie. En waar we de eerste focus hadden op gebouwde omgeving, omdat we kijken naar de regionale netbeheerders, die hebben 97% is ongeveer huishoudens, maar nu willen we ook dus meer de koppelingen maken naar mobiliteit, lokale industrie, agro en daadwerkelijk ook waterstof inzetten als een flexmarkt. Natuurlijk naast de landelijke netbeheerder die al stappen verder zit naar de grotere industrieclusters. En daadwerkelijk waterstof door middel van de backbone op die manier de energieclusters of industrieclusters aan elkaar wil verbinden. Wat we dus daarin doen van de pilots, dan zie je ook de verschillende volwassenheid ten aanzien van de initiatieven die we nemen. Dus hier een overzicht van de verschillende initiatieven van alle netbeheerders. En wat je eigenlijk ziet in het geel, dat zijn echt de eerste experimenten, de proof of concept, zorgen dat we dat kunnen, zorgen dat we doen, kennis en ervaring opbouwen. Dus je ziet bijvoorbeeld Rozenburg, de Green Village, waar zo meteen Raymond verder op in zou gaan. Oosterwolde, de demowoning. Naast de kleine of de experimenten zie je ook de kleine praktijkproeven geïnitieerd worden. Liander met Lochem en Nexus met Waardenborg, om op die manier kennis en ervaring op te doen met het toepassen of het toepassen van waterstof in de gebouwde omgeving. En uiteindelijk willen we naar ervaringsprogramma's. Dus denk aan de programma's die in aardgasvrije wijken subsidie hebben gekregen, zoals Hogeveen en Stad aan het Haringvliet, maar volgens Albert waar meer de diepte in zou gaan. Dat betekent dat we op dit moment ook een aantal mijlpalen voorzien. We moeten het mogen als regionale netbeheerders en netbeheerders. Op dit moment mogen we het niet, omdat de huidige gaswet en de ministeriële regeling daar geen ruimte voor laat. Op dit moment mogen we 0,5% mol waterstof in aardgas transporteren.
Dus wet en regelgeving, standaarden, normen, die dienen allemaal ontwikkeld te worden. In samenspraak ook met veiligheidsregio, toezichthouders. En op die manier te zorgen dat we van de kleine experimenten naar de meer de grote programma's gaan. Met uiteindelijk de grote omschaling en de praktijk toepassing in 2030. Dit doen we niet alleen. Dit doen we ook met verschillende partners. Dus hier een aantal programma's waar we actief in deelnemen. Zoals Highway 27, dat is de backbone van een landelijke netbeheerder. Met ministeries, TenneT, GasUnie en industrieclusters. Denk aan onderzoeksprogramma HeiDelta, waar we samenwerken met gerenommeerde partijen om die vragen die we hebben omtrent waterstof inzichtelijk te maken. Nationaal Groeifonds, Nationaal Waterstofprogramma. En ook WIGO, waterstof in de gebouwde omgeving, waar we dus met verschillende partijen samen zitten om te kijken van wat is er dus nodig om die barrières in de praktijk weg te halen. Dus om op mijn vraag terug te komen van hoe relevant is het gasnet? Wanneer je naar de fossiel, de aardgasvariant kijkt, denk ik dat het toch meer naar de rechterkant regen in het rood. Je ziet op dit moment gewoon andere alternatieven ontwikkeld worden, net zoals all-electric warmtenetten. Uiteindelijk ook de doelstellingen van de overheid vanwege de CO2-reductie en die daadwerkelijk te reduceren. Wanneer je kijkt naar de inzet van het gasnet, zie je dus ook gewoon plekken die niet omgeschaald over kunnen gaan naar all-electric of warmtenetten. En juist voor die plekken is het gasnet, maar dan de inzet van duurzame gassen. Dus waterstof of groen gas, essentieel om op die manier te zorgen dat we dus de bestaande gebouwomgeving daadwerkelijk duurzaam kunnen verwarmen. Ja, perfect Frank. Dankjewel voor de overall roadmap en pilots. Ik heb nog wel een vraag. Je gaf aan regelgeving. De netbeheerders mogen op dit moment nog niet zoveel. Als je nu naar de minister Jetten en anderen een goede vraag mag stellen van wanneer moet alles qua wet en regelgeving nu voor de netbeheerders wel besloten worden? Willen jullie nog op 2030 allemaal gereed zijn? Wat zou je dan mee willen geven? Ja, ik denk dat het eerste, al is het een gedoogconstructie of dat we daadwerkelijk blijven mogen met de pilots. Ik denk dat dat stap 1 is. Als netbeheerders willen op dit moment ook nog geen brede, noem het een brede wetgeving, dat we daadwerkelijk over het hele voorzieningsgebied moeten of daadwerkelijk uit gaan rollen. Omdat het in onze optiek daar ook te vroeg voor is. Maar je wil wel de mogelijkheid hebben om daadwerkelijk kennis en ervaring op te bouwen. Je hebt nieuwe wet en regelgeving of dan wel aanpassende wet en regelgeving nodig. Je moet kijken ook naar wanneer je dus waterstof als een collectieve energievoorziening wilt inzetten. Heb je daarbij ook soorten dat alle mensen als collectief mee om moet gaan. Dus je gaat andere dossiers aantikken. En eigenlijk over al die vraagstukken, daar wil je toch de coördinatie of begeleiding in hebben. En daarmee ook dus de ruimte om op een flexibele manier te ontwikkelen. En eerst denk ik voor de pilots, experimenten en dan de volwassen programma's richting 2030 als een volwaardige optie. Ja. En daar komt ook een aantal vragen binnen. Onder andere van is er straks genoeg waterstof om ook voor de netbeheerders richting die gebouwde omgeving genoeg waterstof te kunnen transporteren om daar gebruik van te maken. Wat is jouw visie daarop? Hoe kijken jullie daarnaar? Ja, wat je vaak hoort, hè, de generieke dus niet voldoende duurzame energie in Nederland om aan de waterstofproductie te doen, aan te voldoen. Dat ben ik wel, daar ben ik mee eens. Als je kijkt nu ook de energie die we op dit moment hebben in Nederland, is ook niet allemaal in Nederland geproduceerd. Dus waarom zou dat anders zijn in de toekomst? Wanneer de vraag is, zou dat daadwerkelijk ook de markt wil ontwikkelen en daadwerkelijk ook waterstof gewoon misschien door pijpleiding of schip geleverd kunnen worden. En uiteindelijk, het is
Ik zeg niet dat we één op één overgaan. Hè. In het verleden hebben we bijna 97% van alle woningen in Nederland aangesloten op het gasnet. Die eenheidsworst gaat eraf, want er zijn gewoon plekken waar nieuwbouwwoningen of relatief nieuwe woningen vrij makkelijk kunnen omschakelen naar all-electric of een warmtenet. Waar duurzame warmte aanwezig is, kan je makkelijk kijken om bijvoorbeeld restwarmte te ontsluiten of geothermie te gebruiken. Maar je blijft een entiteit of een groep van bewoners houden die door middel van duurzame gassen en misschien in combinatie met een hybride warmtepomp eigenlijk niet om kunnen. Of dat duurzame gassen dan een gunstige optie is voor voor diegene. Ja. Dus ik denk ten aanzien van de productie, het uiteindelijk wanneer de vraag er is, dan zorgt de markt wel dat het geregeld wordt. Ja, helder verhaal. Dat is een beetje ook over de ladder, hè, naar waar moet het eerste gaan. Nou heb je over het land verspreid eigenlijk een aantal pilots gedaan. Zijn jullie nog van plan om meer van dit soort pilots ook op andere steden, omgevingen te gaan uitrollen? Of wil je eerst hier de kennis van opbouwen? Eigenlijk het laatste. Wat je eigenlijk ziet is dergelijk. Pilots kosten de nodige energie en effort. Daarbij ook, want je loopt eigenlijk tussen de gekste dingen aan. Denk aan verzekeringen, wet en regelgeving, de lokale brandweer, tot en met lokale de ministeries aan toe. Daarnaast zie je ook dat de techneuten die de onderzoek op dit moment coördineren of vormgeven, ja, je komt eigenlijk altijd weer bij dezelfde mensen uit. Ook dezelfde gerenommeerde onderzoekspartijen. Bijvoorbeeld ook in Heidelta, zoals Kiewa, DNV en TNO, die kennis hebben van het gas. Dus voor nu zie ik de pilots die op deze lijst staan, dat wel de meerderheid is. We sluiten nieuwe pilots niet uit. Maar aan de andere kant is het ook erg lastig om dergelijke initiatieven vorm te geven. Ja. Misschien nog een laatste vraag voordat we naar een volgende spreker gaan. Je geeft aan van GasUnie is misschien een stapje al vooruit op waar jullie mee bezig zijn. Wat zijn nou de twee punten waar je van zegt van hey, wellicht kunnen we daar wel heel veel van leren. Hè? Jullie willen graag samenwerken. Wat zou je van de GasUnie kunnen leren? Kijk, het molecuul waterstof is hetzelfde, alleen hè, de omgeving is anders. Wij gaan juist de woning in, waarbij GasUnie toch wat verder weg van de bebouwde omgeving ligt, door middel van leidingstraten of dan wel aan de rand van de steden. Maar het molecuul is daadwerkelijk hetzelfde. Ik denk dat je elkaar nodig hebt om te kijken van, hoe gaat zo'n systeemintegratie of zo'n uitrol van waterstof eruit gaan zien. Gaat het allemaal aan de backbone of krijgen we energiehubs? Een onderwerp die je vaak hoort is de waterstofladder. Dus eerst de industrie, dan vervolgens de gebouwde omgeving. Ja, dat is mooi vanaf een wit vel. Maar je zou kunnen zeggen, wanneer de twee industrieën en met waterstof de verbinding naar elkaar willen maken in het regionale net. En dat daar dan toevallig een dorpje of een bedrijfswoning aan zit. Dan zit dat aan hetzelfde net gekoppeld. Dus op die manier krijg je ook. En zo'n waterstofladder die vanuit de theorie mooi is, toch misschien een koppeling gelijk met de eerste stap van de industrie naar de gebouwde omgeving. Dus eigenlijk op dit moment sluit het nog niet uit en kijk waar de synergieën liggen. En de voordelen dus ook naar mobiliteit en de industrie, flex. En denk ik ook hier waar we vandaag voor zitten, het elektriciteitsnetwerk, die eigenlijk ook al met de nodige problemen kan ten aanzien van de het elektriciteitsmoleculen of de elektronen door de kabels heen te krijgen. Ja, nou hartstikke bedankt Frank om in ieder geval een goede introductie te geven namens de netbeheerders met de roadmap ook naar de pilots toe. Daar gaan we zeker nog een hoop van horen en zien. Dank daarvoor. En dan zou ik nu heel graag willen aankondigen om het stapje ook te maken naar wat je al aangeeft, de praktijk en de gezamenlijkheid van de netbeheerders. Ik heb een volgende goeroe, dit keer namens Enexis, dat is Raymond van Hooydonk. En hij zal ons in ieder geval ook mee gaan nemen naar wat meer praktijkvoorbeelden. Vooral in de gezamenlijkheid, die wil ik wel beklemtonen, bij de Green Village.
En misschien wel het project wat het meest dicht bij Den Haag, bij de politiek zit, dus waarnaar gekeken wordt. Raymond, mag ik jou het woord geven om ons daarin verder mee te nemen? Zeker, dankjewel. Mijn naam is Raymond van Hoordonk. Werkzaam bij Enexis als gasconsultant. En hou me voornamelijk bezig met waterstofonderzoeken en ook waterstofpilotprojecten. En een van die waterstofpilotprojecten is de waterstofstraat bij de Green Village. Wat is nou die waterstofstraat en wat is nou de Green Village? Daar wil ik even een korte toelichting op geven. Maar zoals Frank daarnet al aangaf, willen we wij als netwerkbedrijven in 2028 en zeker de grotere doorrol in 2030 klaar zijn om op een veilige en betrouwbare manier waterstof door ons distributie aardgasnet te transporteren. En kennis is één ding vanuit de onderzoeken, maar ervaring is net zo belangrijk. En een van die ervaringsprojecten is de waterstofstraat bij de Green Village. En voor degenen die er al eens een keer zijn geweest, herkennen het onderstaande plaatje. Daar zie je een afbeelding van de Green Village. Het is een stuk grondgebied bij de TU Delft. En je ziet dat daar allerlei gebouwtjes op geplaatst zijn. Ook een aantal woningen. Je ziet dat meer aan de een beetje midden en aan de rechtse kant zie je drie van die woningen staan. Die moet je even goed onthouden, want daar komen we zo meteen op terug. Op de Green Village wonen ook daadwerkelijk mensen. En die mensen die weten dat ze in een openluchtlaboratorium leven. Waar allerlei zaken op het gebied van duurzaamheidstechnieken voor de bebouwde omgeving worden getest. Denk bijvoorbeeld aan een laag temperatuur warmtenet. Nou, hoe krijg je nou een bepaalde woning daarmee wel of juist niet warm? En wat hebben wij gedaan? En wij zijn Liander, Steden en Enexis. Dus het is een samenwerkingsproject. We hebben daar een aardgasnet aangelegd, gewoon met dezelfde materialen die we dagelijks leggen. Met als doel daar waterstof doorheen te distribueren. En op die manier daar kennis en ervaringen op te doen. Dat is echt het hoofddoel van dit project. En aan de linkerkant zie je dan nog even eigenlijk het processchema, wat Frank eigenlijk net ook al heeft toegelicht. De Green Village is op zich niet zo heel groot, relatief gezien qua net, maar wel voldoende groot om die kennis en ervaring op te doen die je weer meeneemt in de volgende stap. De grotere pilotprojecten live in bepaalde woonwijken. En als dat goed gaat en we hebben daar goede ervaringen mee, nou, dan kunnen we van start met een grotere uitrol. Dus even het proces. Maar een tweede doel voor de Green Village is het ook te gebruiken als een soort platform of podium om andere leveranciers bijvoorbeeld te inspireren om ook mee te doen met deze waterstoftransitie. Niet alleen leveranciers, maar denk ook aan overheden. Waarin je eigenlijk in zo'n klein platformje kunt laten zien dat ook waterstof door aardgas kan en het aardgasnet dus een tweede leven kan hebben. En daarmee waterstof tot een van de andere pijlers voor de energietransitie kan dienen. Ja, waarom is dan de Green Village voor ons dan een geschikte plek om dat te doen? In de eerste plaats, het is een regelluwe omgeving. Dat wil niet zeggen dat er helemaal geen regels zijn, want natuurlijk, ja, je hebt ook met mensen daar te maken. Hè, dus veiligheidstechnisch moet alles tiptop in orde zijn. Maar je kan natuurlijk wel begrijpen, het is helemaal ingericht als een proeftuin. Dus dat kan wat makkelijker dingen geregeld worden dan bij jou en bij mij in de straat. Daarnaast, je haalde het net al aan, het zit vlakbij Den Haag. Dus ook Den Haag, politiek Den Haag is niet ver weg. Dus daarmee kunnen we ook het podium laten zien en aandacht vragen voor waterstof. Maar een van de belangrijkste dingen is ook zeker dat er dus gewoon mensen wonen die dus in aanraking komen met deze nieuwe technieken of nieuwe gassen. En daarmee ook hun ervaringen met ons ook kunnen delen in het onderzoek. De plussen, de minnen of misschien helemaal geen verschillen. Nou, dat is heel belangrijke informatie voor ons om dat mee te nemen in de pilotproject. Het volgende plaatje laat eigenlijk een platte grond zien van de Green Village. Het doel van dit plaatje is even om een beeld te geven van het netwerk wat we daar hebben liggen. Je ziet de platte grond bij de Green Village op nummer 12. Daar staan dus die nieuwe woningen. Dus nou, die zie je op dit plaatje niet, dus het is een iets ouder plaatje. Maar aan de andere kant, het netwerk is niet veranderd. En je ziet de rode lijnen,
Dat is ons hoge druknet, dus dan praat je over 8 bar gasdruk in die leidingen. En de blauw-paarse leidingen, dat is ons lage druknetwerk, waarin we dus ook een van de woningen op aansluiten. En dat lage druknet wordt gevoed vanuit dat hoge druknetwerk en er zit een reduceerstation tussen, gewoon zoals we die ook altijd gebruiken, die bij jou en bij mij ergens in de woonwijk staan. Dus gewoon ons huidige gasnet. Maar het geeft een beetje een beeld dat over heel dit gebied wel een aardig gasnet ligt, waar je dus voldoende ervaring mee op kunt doen. Wat is dan die ervaring? Nou, in het volgende plaatje staat iets concreter wat de doelstellingen en de plannen zijn die wij met de Green Village hebben. En een van die zaken is dus ervaring doen, maar dan op het gebied van, ik hoop dat even het plaatje iets groter kan zien, want het is bij mij nu een beetje vaag. Ja, dankjewel. Is de beproefde methode. En wat is die beproefde methode? Nou, Frank haalde net High Delta al aan. Daarin doen we zaken al uitzoeken hoe we een bepaalde techniek met waterstof het beste kunnen uitvoeren. Dat is dan op die manier beproefd, dus veilig. En daarmee kunnen we dus onze monteurs en andere uitvoerenden opleiden op de Green Village met die beproefde technieken. Maar daarnaast ook de leveranciers van bijvoorbeeld aardgascomponenten, om die mee te nemen in dit project. Want er zijn een hele hoop aardgascomponenten, ja, die we ook gewoon van toepassing zien op voor waterstof. En het is natuurlijk belangrijk om te weten hoe verhoudt zich dat dan in dat hele keten of in heel dat proces. Daarnaast ook samenwerking met overheden, kom ik zo meteen op. Want regulier wil niet zeggen regelvrij. We hebben hier ook een vergunning voor moeten aanvragen voor deze werkzaamheden. En van dat traject hebben we heel veel geleerd, maar daarover straks meer. Maar daarnaast willen we het netwerk ook ter beschikking stellen voor derden. Dus voor anderen, zoals de TU Delft heeft plannen met waterstof om daar onderzoek op te doen. Maar ook H2 at Home, dat is, is de projectorganisatie van leveranciers en installatiebedrijven die een van die woningen heeft omgebouwd tot een waterstofwoning met een waterstof cv-ketel daarin. Waarbij dus de bewoner ja, zijn woning warm krijgt en doucht met waterstof, tenminste met warm water via waterstof. En daarnaast hebben wij zelf ook wat kleine onderzoeken die we willen gaan doen op het gebied van gedrag van waterstof in de leidingen, bijvoorbeeld temperatuurschommelingen en dat soort zaken en zo, om een goed beeld te krijgen tussen de verschillen tussen aardgas en waterstof in ons net. Dus even kort en bondig ja, wat de plannen voor ons zijn. Kijken dan even naar de volgende. Waar staan we nu dan? Wat is dan nu de huidige situatie? Nou ja, het aardgasnet is aangelegd. Dat hebben we gedaan door onze eigen monteurs. Dus die zijn eigenlijk vanaf dag 1 betrokken bij dit project. Om ze enthousiast te maken voor waterstof. Daarnaast is het zo dat we gezorgd hebben dat er ook daadwerkelijk op een veilige manier waterstof in ons gasnetwerk kan. Door middel van een invoetinstallatie. Sinds 2021 is er ook waterstofdruk daadwerkelijk op het gasnet en hebben onze monteurs en uitvoerenden de eerste proeven gedaan om zo'n netwerk in en uit bedrijf te nemen. En die kennis en die samenwerking hebben we ook gedeeld met Liander, Stedin en Enexis. Dus ook van elkaar hebben we daarin geleerd. Daarnaast is het zo dat een van de dus H2 at Home, een van de woningen, die is al aangesloten op het waterstofnet. Dus wat dat betreft is er nu ook verbruik op. Dus daar staan we eigenlijk nu. Wat zijn eigenlijk de lessons learned? Mag die iets groter alsjeblieft? Ja, dankjewel. Hier staan een aantal ervaringen en leerpunten die we de afgelopen periode hebben opgedaan. Ik ga ze niet allemaal benoemen, want er is simpelweg de tijd niet voor. Maar één belangrijke is bijvoorbeeld het vergunningstraject. Want daar hebben we voor de werkzaamheden hebben we echt vergunning aan moeten vragen. En wat je daarin ziet is dat ook vergunningsverlenende instanties ook, ja, ook een beetje worstelen met van hey, hoe kan ik nou op een betrouwbare en goede manier hier vergunning voor afgeven? Want ja, waterstof in de bebouwde omgeving, ja, er is eigenlijk simpelweg geen regelgeving voor. Er is wel regelgeving voor waterstof, maar dat is meer gericht en geënt op de industrie. Dus veel grotere hoeveelheden, veel hogere drukken en ja, er is ook wel regelgeving voor aardgas waar wij mee werken, maar kun je dat één op één overnemen? Of wat heb je dan meer of minder te doen?
En dat heeft natuurlijk geleid door gewoon te starten met dit project tot een hele hoop vragen en onderzoeksvragen waarmee we dus bijvoorbeeld een High Delta onderzoeksprogramma goed mee hebben gevuld en veel kennis daarin hebben opgedaan, zodat we dus op een goede en betrouwbare manier zeg maar dat netwerk op waterstofdruk hebben kunnen zetten. Dat is een van de lessons learned van dit project. Ja, wat is dan de next step of het vervolg? Nou ja, doorgaan met de projecten die we voor ogen hebben. Heel veel leren van H2 at Home, dus van het woonhuis, hè, wat je hier in het midden ziet staan. De middelste woning, die is omgebouwd tot waterstofhuis. Nou, gelukkig zijn we ook betrokken bij H2 at Home. Zij leren van ons, wij leren ook van hen. Dus die samenwerking in dat consortium is goed gewaarborgd. En dat is alleen maar prettig, zodat we ook van elkaar leren en daarmee stappen verder komen. En daarnaast High Delta, waar Frank het net over had. High Delta 1.0 loopt bijna ten einde. Dus daar komt een brok aan informatie weer vrij van nieuwe onderzoeken. Ja, en dat is natuurlijk weer input voor ons, voor onze monteurs en onze uitvoerenden daarin op te leiden. En voor onszelf ook weer ervaring in op te kunnen doen. Nou ja, dat was in het kort mijn toelichting op de Green Village. Rest mij om te zeggen dat ik heel erg graag hoop dat binnenkort weer misschien weer meer mogelijk is. Dat er ook meer rondleidingen gegeven kunnen worden op de Green Village. Want dat gebeurt ook en komt het waterstof ook voorbij. Daarnaast ook rest mij de uitnodiging aan jullie te geven. Dat mocht je het interessant vinden, misschien als leverancier of iets dergelijks. En je wilt iets met waterstof. Nou, dat we in ieder geval daarin samen ook op kunnen trekken. Dat was mijn toelichting eigenlijk. Dankjewel, Raymond. En als ik jouw aanbeveling ook zie rondom de vergunningen, dan is er denk ik ook nog wel veel synergie te halen op dit moment met elektriciteit. Want daar zie je ook natuurlijk bij gemeentes, maar ook bij veiligheidsregio's, dat vaak ook wel het vergunningstraject ook in de elektriciteit met het nieuw plaatsen van allerlei infra er ook best wel wat versnelling in zou kunnen aan de andere kant. Dus dat zijn ook wel punten waar ik denk van, hey, tussen elektriciteit en waterstof kun je wellicht ook nog van elkaar leren. Even een andere vraag, en dat is dat jullie hier heel veel ervaring proberen om op te doen. En je zegt ook, het net kan eigenlijk veilig bedreven worden. Daar kan veilig waterstof doorheen. Hoe zijn jullie er als netbeheerders zo zeker van dat er niet ergens in de ondergrond toch nog een leiding, ik noem even grijs gietijzer of anderszins, ligt waar straks wel de waterstof doorheen gaat, die je dan niet heel goed hebt geïnventariseerd. Ik ga ervan uit dat jullie niet elke wijk, elke pijpleiding gaan controleren of dat allemaal precies is hoe het zou moeten. Hoe kijk je daar? Nee, helemaal waar, hè? Helemaal waar. Dat zien we ook in de onderzoeken die we doen, bijvoorbeeld met High Delta. Neem je ook uitgangspunten of neem je bepaalde beslissingen. Hè? Zoals bijvoorbeeld bepaalde materialen. Neem grijs gietijzer. Dat we daar met elkaar bepalen. Ja, daar gaan we geen waterstof doorheen doen. Hè? Er zit ook een grootschalig vervangingsprogramma daarop. Dus wij richten ons ook wel op de materialen die we nu dan ook nieuw leggen. Hè? Noem het slagvaste PVC, noem het PE en dat soort zaken en zo. Dus voor de nieuwe netten. Dat we daar wel gericht op zijn, dat we daar de focus op leggen op waterstofverbruik. Ja, helder. Ik zie ook nog een andere vraag binnenkomen. Die ga ik eventjes letterlijk doorgeven. Welke conclusies vallen er te trekken over de prestaties van apparatuurcomponenten in de waterstofstraat als functie van de tijd, CQ duurzaamheid? Zo. Hele vraag. Ja, wellicht kan die ook wat geconcretiseerd worden, want ik snap eigenlijk niet heel goed wat hij nu daarmee bedoelt. Bedoelt hij dan de verbruikersapparatuur zoals bijvoorbeeld de cv-ketel? Want daar doen we dan nu ervaringen op en dat gaat dan via H2 at Home. In ons gasnetwerk hebben we natuurlijk wel onze componenten zoals we die nu ook gebruiken. Hè? Dus bijvoorbeeld het buizensysteem, dat blijft het buizensysteem. Maar we hebben natuurlijk ook onze gasstations. Onze gasstations die hebben een bepaalde capaciteit. Met aardgas, hè, wat we hebben vastgesteld, hè, aan de hand van de grootte van de componenten. Met waterstof is bekend dat de energiehoeveelheid van waterstof, dat is 3 keer zo laag ten opzichte van aardgas. Dus heb je eigenlijk 3 keer zoveel waterstofgas nodig voor dezelfde energiebehoefte.
Daarmee testen we ook van, hey, kan zo'n station dat dan ook aan? Dat wordt dus gedaan bij onder andere de onderzoeken bij binnen HyDelta. En daarmee geeft dat aan of dat onze componenten dat wel of niet aan kunnen. Zeg maar. Nou, het ging ook een stukje inderdaad over PVC en de brosheid ervan, dus dat soort zaken. Even een hele andere vraag. Hè. Je werkt nu samen met alle netbeheerders. Hoe kijk je daar dan naar? Van, hey, zie je daar nog punten waar je van zegt, van, ja, dat is geweldig om juist mee te maken wat we voorheen niet hebben gehad, even los van de inhoud? Ja, nou in het begin is er natuurlijk heel veel afstemming nodig hè? Tussen elkaar. Dus in het begin denk je, nou alleen ben je sneller. Maar je merkt echt wel nu bijvoorbeeld de onderzoeksprogramma's HyDelta, daar zit echt een enorme versnelling in. En ook het kennis delen met elkaar. Ja, daarmee zie je wel dat er misschien is de opstart dan niet zo snel geweest. Maar je ziet nu het kennis delen en de onderzoeken en de ervaringen. Want er zijn meerdere projecten waar Frank net op aan haakte. Ook die kennis en ervaring worden met elkaar gedeeld. Dus het wiel hoef je niet iedere keer helemaal opnieuw uit te vinden. En ja, die samenwerking wordt wel als zeer prettig ervaren, kan ik wel zeggen. Ja. Ja, en we zijn nu natuurlijk met z'n allen hier in een helaas digitaal event. Hoe ga je dat, of krijg je veel vragen, laat ik het zo stellen, vanuit een Nexus-medewerkers? Misschien wel van mensen die nu aan de elektriciteit werken of gas, om te zeggen, hey, ik wil daar meer van weten. Ben jij dan continu ook over bevraagd? Nou ja, onder andere, maar er zijn ook heel veel andere. Ik doe het absoluut niet alleen binnen Enexis. Gelukkig staan er meerdere mensen die zich bezighouden met waterstof. Maar samen proberen we wel zoveel mogelijk, daar waar de behoefte is, ook de kennis te delen. En daar zo open mogelijk over te zijn. En dat is alleen maar prettig. Hè? En ik merk ook echt wel dat het binnen de netwerkbedrijven en de collega's erin echt wel speelt. Waterstof is een interessant onderwerp. Men ziet ook echt wel de kansen daarin. Ja, ik merk wel dat het een hot topic is waar veel mensen veel van willen weten. Dat is alleen maar leuk, vind ik. Ja, ja, misschien een laatste vraag. Ik weet dat een van de managers bij Enexis heel vroeg erbij was met elektrische auto's. En dat een hele hoop mensen van Enexis natuurlijk daar ervaring mee op gaan doen. Zijn er al mensen binnen Enexis die ook daarmee al vooruit gaan of niet? Je bedoelt richting waterstofauto's, denk je? Ja. Nou, die rijden... Er zijn wel vestigingen die een waterstofauto hebben, maar in de privébezitten is dat nog niet. Maar ja, het is ook een beetje het kip en het ei verhaal. Zoveel waterstoftankstations zijn er nog niet. Hè? Dus wat dat betreft is de elektrische auto op dit moment veel, veel praktischer natuurlijk. Maar ja, dat zit allemaal in de ontwikkeling en wat niet is, kan er komen natuurlijk. Ja, leuk. Nou, hartstikke bedankt Raymond voor jouw toelichting. Dan gaan we verder richting een aantal pilots die Albert van de Molen ons zal toe gaan lichten vanuit Stedem. Ja, Albert zal zich voorstellen, we hebben hem veel vaker volgens mij gezien om over een aantal waterstofprojecten te praten. Maar ik geef heel graag het woord aan Albert om vanuit Stedem ook de pilots daar toe te lichten. Albert, floor is yours. Dankjewel Marco. Ik ga niet alles belichten, maar ik ga wel een poging doen om er wat uit te halen. Want aan mij is de concrete vraag gesteld. Vertel eens iets over Rozenburg. En dan kan ik vertellen wat er in Rozenburg gebeurt. En dat zal ik ook doen. En laat ik daar ook mee beginnen. Maar er zit natuurlijk een belangrijke vraag achter. Waarom doen we dit? Daar is vandaag ook al over gesproken. Even kort, wat gebeurt er in Rozenburg? In Rozenburg wordt al een aantal jaren met behulp van een electrolyzer, die zien jullie hier midden op het scherm, waterstof geproduceerd. Die waterstof gaat via een bestaande aardgasleiding waar niets, ik benadruk niets, aan is aangepast, naar een nabijgelegen appartementencomplex. En in dat appartementencomplex hangen op dit moment 3 verschillende waterstof-cv-ketels van 3 verschillende partijen. En dan kun je zeggen, met 3 van die kleine keteltjes kun je daar dat hele complex mee verwarmen. Nee, helemaal niet. Maar dat is ook niet de bedoeling. De bedoeling is niet om dat complex te verwarmen. De bedoeling is om te laten zien, de hele keten kun je al in gang zetten. Het kan al. Dus technisch
kan er al een hele hoop. En dat tonen we al jaren aan in Rozenburg. Want as we speak, dit is gewoon in bedrijf. En dit draait prima. Ik had die ketels natuurlijk veel makkelijker naast de electrolyzer kunnen hangen. Is veel makkelijker, ook met vergunningen en dergelijke, dan in dat appartementencomplex. Maar ja, dan is het niet echt. En waar moet ik naartoe met de warmte die je produceert? Je kunt die warmte de lucht inspuiten, maar het is natuurlijk leuker om die warmte ook nuttig in te zetten. En op deze manier geef ik de warmte cadeau aan een aantal bewoners in dat appartementencomplex. Maar dan even terug naar de basisvraag. Moet Stedin dit wel willen? En daar had Frank het ook al even over. En dan wil ik dat nog iets scherper stellen. We doen analyses bij Stedin voor ons hele verzorgingsgebied om te kijken wat nou maatschappelijk gezien verstandig is als alternatief voor aardgas per CBS-buurt. Dat heet bij ons het openingsbod. En dan zie je dat er een hele hoop plekken zijn in het verzorgingsgebied van Stedin waar je vooral aan een warmtenet moet denken. Er zijn plekken waar je heel erg dicht naar All Electric toe gaat. Maar er zijn ook een aantal plekken waar het misschien verstandig is om toch eens naar waterstof te kijken. En dan kun je alles vinden van de percentages die daarbij horen of de exacte plekken. Het toont in ieder geval aan dat het zinvol is dat wij als netbeheerders straks niet de beperkende factor zijn op het gebied van waterstof in de energietransitie. En vandaar ook dat we er heel serieus naar kijken. Ja, met pilots is het vaak zo, die houden ook een keer op. Dat geldt ook voor Rozenburg, dat zal een keer ophouden. En vandaar ook dat ik altijd zeg, alles wat Stedin op dit moment doet op het gebied van waterstof, dat is dienend aan een hoger doel. Wat is onze stip op de horizon? Dat is een dorpje op Goeree-Overflakkee. En dat dorpje dat heet Stad aan het Haringvliet. En dan kun je afvragen, ik ken die stad helemaal niet. Dat was ook mijn eerste vraag toen ik daar kwam in 2017, alweer 5 jaar geleden, om hierover te praten. Waarom heet dit stad? Dat komt van het woordje steden en dat betekent boerderij. Dit gaat om 650 bestaande woningen, dus een dorp zou ik willen zeggen. Stad aan het Haringvliet is een dorp. 650 bestaande woningen waarvan de bewoners op een gegeven moment gezegd hebben, wij willen toch ook eens serieus kijken naar waterstof. Waarom? Een warmtenet kun je daar wel vergeten. De aansluitdichtheid voor een warmtenet is veel te laag. Er is ook geen bron voor een warmtenet daar. In ieder geval niet voor een hoge temperatuur warmtenet. En waarom is hoge temperatuur warmte daar nodig? Omdat je te maken hebt met toch wel over het algemeen oude bouw, slecht geïsoleerd. En als je gaat kijken wat dat dan voor gevolgen heeft als je toch naar lage temperatuurverwarming met een warmtepomp gaat. Ja, dan worden de kosten toch wel zodanig hoog dat zelfs met een hoge prijs voor waterstof, waterstof het daar nog steeds wint. En je ziet bovenaan een bijeenkomst waarbij we een intentie hebben uitgesproken namens een aantal partijen. Dat is niet alleen Stedin, maar ook de gemeente. GasUnie, Eneco, Hygro, Deltawind. Nou, ik vergeet ongetwijfeld nog een paar partijen. Woningcoöperatie, Oosters Wonen, die hier ook bij betrokken is. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd in 2020 in een Green Deal. Dat zie je onderaan. Een Green Deal met de landelijke overheid. Waarbij de landelijke overheid gezegd heeft van wij vinden dit een zodanig veelbelovend idee. Jullie krijgen subsidie vanuit de pot van het programma Aardgasvrije Wijken. En ja, dan moet je natuurlijk ook concreet gaan worden. En hoe doe je dat dan? Nou, dat kun je doen door een aantal beloftes te formuleren. En die beloftes zijn binair. En dat is net zoals je bent niet een beetje zwanger, je bent zwanger of je bent het niet. Dat geldt ook voor deze belofte. En om ze even af te lopen in vogelvlucht. We doen dit alleen als er voldoende draagvlak is onder de bewoners. De gemeente heeft gesteld 70% van de aangeslotenen die hierdoor geraakt worden, die doen mee en die vinden dit een goed idee. En anders doen we het gewoon niet. Dus niet dat we denken 69, oké, dan gaan we nog eens terug naar de tekentafel. Nee, 70%. Het is betaalbaar voor die bewoners of we doen het niet. Dus je moet een aanbod doen richting de bewoners dat door de bewoners geaccepteerd wordt. En het is ook de bedoeling dat komende zomer de bewoners gaan stemmen.
Gisteravond was ik nog in stad aan het Haringvliet en hebben we gesproken over deze belofte betaalbaarheid met een grote groep bewoners, een bewonersbijeenkomst. We doen het veilig of we doen het niet. Daar zit geen licht tussen. Het is of veilig en wij hebben daar een goed gevoel bij. Als wij ons als steden niet gepokt en gemazeld voelen om dit te gaan doen, zal ik er persoonlijk voor pleiten om er de stekker uit te trekken. We doen het veilig of we doen het niet. Hetzelfde geldt voor de volgende. Leveringszekerheid moet goed geborgd zijn. Het kan niet zo zijn dat het op een gegeven moment koud wordt in de woningen in Stad aan het Haringvliet. En de waterstof moet groen zijn of we doen het niet. Dat is er eentje waar ik zo dadelijk op terugkom, want dat is toch wel een heikel punt. Want hoe kom je aan voldoende groene waterstof en hoe doe je dat onder alle omstandigheden? Uiteraard, het moet mogen. Daar hadden eerdere sprekers het ook al over. Op dit moment is het voor allerlei partijen, commerciële partijen, toegestaan om een waterstofnet te exploiteren. Er staat letterlijk in de wet op dit moment dat Stedin dat niet mag. Want wij zijn van de distributie van methaanhoudend gas. En als je het goed doet met pure waterstof door je net, dan zit er dus geen methaan meer in. Heb je dat wel, dan doe je iets verkeerd. En het moet technisch kunnen of anders doen we het niet. Dat valt onder het gepokt en gemazeld zijn. Je wilt de bewoners in Stad aan het Haringvliet geen proefkonijnen laten zijn. En vandaar programma's zoals High Delta, waar Frank het over had. En de dingen waar Raymond het over had op de Green Village. We moeten gepokt en gemazeld zijn, anders doen we het niet. En de bewoners eisen ook bewijslast. En daar kan ik dan heel actueel over worden. Dit is een woning in Stad aan het Haringvliet die de komende maanden op waterstof wordt gezet, nog uit flessen en vanuit een nabijgelegen container. Dit heet het zogenaamde inspiratiehuis. Je gaat daar veel meer van horen omdat die officieel volgende week wordt geopend. Afgelopen dagen hebben we het buizennetwerk getest tot aan de woning en in de woning. En ik kreeg zojuist een half uur geleden de WhatsApp berichten binnen met foto's van ketels die geïnstalleerd zijn vandaag. Eén ketel draait op dit moment al, as we speak. Dus de bedoeling is dat die woning op waterstof draait de komende maanden in aanloop naar de draagvlakmeting, waarbij de bewoners uit Stad aan het Haringvliet dus kunnen gaan kijken. Die kunnen in de woning gaan kijken, hoe werkt dat nou, wat voor implicaties heeft dit als ik ja zeg hierop en ik wellicht waterstof krijg in mijn woning in de toekomst. De bedoeling is dat we dit uiteindelijk, als het allemaal doorgaat, in 2025 gaan doen. Dus we hebben nog een paar jaar de tijd. Maar een paar jaar, dat is helemaal niet zoveel. Er zijn best nog een hele hoop uitdagingen waar we iets mee moeten. En een aantal zijn al genoemd door vorige sprekers. Het feit dat Stedin het op dit moment nog niet mag. En dan kun je zeggen, moet het dan wettelijk allemaal al geregeld zijn in 2025? Nee. Je kan ook denken aan, we krijgen een gedoogconstructie waarbij we in 2025 van start kunnen. En zodra de wetgeving in orde is en er wordt hard gewerkt vanuit Den Haag, prima, dan gaan we uiteraard aan de wet voldoen. En dat geldt ook voor veiligheid. Op dit moment is er nog niks geregeld voor waterstof in woningen. Valt daar niet iets slims te doen? Ja. Vandaar ook dat we met een hele hoop partijen hierover gesproken hebben de afgelopen maanden. Je ziet een aantal hiervan, de logo's op het scherm. En we hebben gezegd, als we nou gewoon eens met gezond verstand, met boerenverstand hiernaar kijken met z'n allen, hoe zouden we het dan kunnen regelen opdat we het veilig vinden? Want als je op dit moment vraagt aan partijen, wie kan er een klap op geven? Als ik het zo doe, dan is het veilig. Dan wordt het ijzingwekkend stil. En dat wil je niet, want je wilt door. Je wilt hier ook van leren. En wellicht dat van dit soort projecten, niet alleen van Stad, maar ook van Hogeveen en van Lochem en van Wagenborgen, de landelijke overheid ook inspiratie kan krijgen bij de totstandkoming van de uiteindelijke wetgeving. Dat zijn heel andere trajecten die jaren duren. Leveringszekerheid is er ook zo eentje. Als ik het nou zo en zo doe, zegt dan de autoriteit Consumenten en Markt, nou dan is de consument voldoende geborgd voor wat betreft leveringszekerheid.
Ook dat traject moet je helemaal door. Dat hebben we de afgelopen maanden gedaan. En we hebben het idee dat we op dit moment op een punt komen dat we zeggen met z'n allen van als je het zo doet, dan is de leveringszekerheid goed geborgd. En ik denk ook dat het heel fair is om hier met name de inbreng van DNV ook even te noemen. DNV heeft hier een heel belangrijke rol in gespeeld als opdrachtnemer om met modellen te komen en simulaties op basis waarvan we op dit moment ook met de landelijke overheid spreken van als we het zo doen, is dat niet een heel mooi eikpunt. Een lijstje dat we af kunnen vinken, dat we zeggen als we het zo doen, dan is de leveringszekerheid ook voldoende geborgd voor die eerste projecten. En dan een paar waar we het dan nog minder over gehad hebben, dat is de groene elektriciteit. We doen dit op het eiland Goeree-Overflakkee. Als ik je vertel dat er op Goeree-Overflakkee veel meer geproduceerd wordt aan groene elektriciteit dan dat er wordt verbruikt, dan zou je kunnen zeggen, dan is de kans bijzonder groot dat je groene moleculen hebt. Tegelijkertijd is het zo dat al hang je maar via een schellendraad voor de backup aan het elektriciteitsnet in Nederland, dan zegt de regelgeving op dit moment, ik heb er niks mee te maken waar jij zit, hoe groen je moleculen ook zijn, dan geldt gewoon de landelijke mix. En dan zie je dat regelgeving in feite achterloopt, dat er gezegd wordt, je mag lokaal mag je dingen gaan doen, maar als ze dan kijken naar de elektriciteit, hoe groen die is, dan kijken we ineens niet meer lokaal. Dan moet je maar kijken naar de landelijke mix en daarmee sla je projecten ook financieel, voor wat betreft subsidies en SDE die je kunt krijgen voor groene elektriciteit, sla je op die manier ook dood. En zo zijn er nog veel meer uitdagingen. Maar aangezien ik Marco al in beeld zie, denk ik dat het hoog tijd wordt dat ik mijn mond ga houden. Ik hoop dat duidelijk is dat er nog heel veel te regelen is. Dat we blij zijn met de positieve opstelling die iedereen heeft. En dat ik er goed vertrouwen in heb dat we er ook met z'n allen uit gaan komen. Dank je wel. Dank je wel voor je enthousiasme, Albert. Dus mooi verhaal. Volgens mij een mooi voorbeeld hoe je ook met bewoners omgaat en hoe je dat allemaal oppakt. Eén vraag, ik zie verzekeraars staan. Dat is toch vaak een aparte club, laat me zeggen, die anders tegen de wereld aankijkt. Heb je verzekeraars en juristen ook hier heel nauw bij betrokken? En wat vinden die van dit soort trajecten? Verzekeraars zijn heel erg geïnteresseerd. We praten met het Verbond van Verzekeraars. Dan heb je ze ook allemaal te pakken. Want wat je natuurlijk niet wilt, is dat een bewoner in stad aan het Haringvliet straks geconfronteerd wordt met een verzekeraar die zegt van ja, dat is leuk dat jij een brandverzekering bij mij hebt. Maar die geldt voor aardgas en geldt niet voor waterstof. Dus daar moet je wat mee. En ik vind het ook onwenselijk dat straks misschien de ene verzekeraar zegt ik vind het prima. En de andere verzekeraar zegt nou, toch niet handig, ik wil het niet. Dus vandaar dat we met het verbond praten en we merken dat het verbond heel erg in de meewerkstand zit. Het verbond van verzekeraars, ik denk dat ik dat wel mag zeggen, zegt van wij willen graag aan het begin hierover meedenken, zodat we niet een situatie krijgen zoals we die ook gezien hebben, bijvoorbeeld met zonnepanelen, waarbij op een gegeven moment de markt de verzekeraars verrast heeft en dat we bepaalde verzekeraars ook bepaalde constructies hebben moeten afkeuren. Dus we helpen verzekeraars op dit moment mee om tot richtlijnen te komen en verzekeraars kijken ook mee op het gebied van veiligheid. En daar zijn we heel blij mee. En voor wat betreft juristen, ja, die zijn heel erg betrokken bij het feit dat je een nieuwe keten aan het opzetten bent, want de buizen van GasUnie die zullen ongetwijfeld ooit komen. En die waterstof komt ook via buizen hopelijk in de toekomst op Goeree-Overflakkee aan. Op dit moment zijn we heel erg blij dat we lokale productie denken te kunnen gaan regelen op Goeree-Overflakkee. Dat GasUnie daar ook aan meewerkt via een leiding van 7 kilometer. Maar dat alle afspraken tussen die verschillende actoren natuurlijk juridisch in orde moeten zijn. Want het is toch een hele keten die je daar gaat draaien. En vandaar dat juristen hier ook in meekijken. Daar zijn we ook heel blij mee. Ja. Ja. Nou, dank Albert. Ik zag dat er nog wel wat vragen zijn. Maar we moeten naar een volgende spreker toe. De laatste van ons. Dus hartelijk dank voor ook jouw ervaringen en inbreng. Dan gaan we naar de laatste guru. We hebben net de gurus in Nederland gehad. En graag wil ik dan introduceren Johan Knijp.
die vooral ook het Europese perspectief wil laten zien. Van wat gebeurt er nu in Europa? Want ja, we willen samenwerken, maar betekent niet dat we alles in Nederland moeten doen. Daar kunnen we ook in het buitenland kijken wat daar allemaal gebeurt. En ik wil graag Johan het woord geven om ook dat perspectief te laten zien. Succes, Johan. Ja, dankjewel Marco. Het internationale perspectief en zoals je al zei, vooral het Europese perspectief in relatie tot waterstof in de gebouwde omgeving. Ik ga afsluiten met aansluiten op wat vorige sprekers hebben gedaan en dat nog iets ander perspectief zetten. Waar staan we dan nu en wat gaat er morgen gebeuren? Daarvoor wil ik met u spreken over wat gebeurt er allemaal in Europa en hoe is de Europese gasindustrie haar stem aan het roeren in Brussel. En dat begint uiteraard dan met de Europese gas package die in december is uitgebracht en waar belangrijke dingen worden gezegd over waterstof en de toekomst van waterstof in de energienetten. Eén slide over de energiepackage. Daar worden dingen gezegd die gaan over markt en over afspraken en regulering. Twee quotes aan de linkerkant, één van Frans Timmermans en één van zijn belangrijke ambtenaren. Samengevat, we zien een belangrijke route richting elektrificatie, maar we weten ook zeker dat moleculen, waterstofmoleculen en biomethaan daarin een belangrijke rol gaan spelen. Omdat ze een aantal sterke punten hebben om richting opslag, richting seizoenspieken op te vangen die net ook al aangegeven werden en om lange afstanden te overbruggen. Dat pakket van die gasmarkt bouwt door op het Fit for 55 pakket waar nadrukkelijk decarbonisatiedoelstellingen in staan, zegt dus iets over elektronen en moleculen en vindt een belangrijke rol voor waterstof daarin weggelegd en adresseert ook direct een aantal kernpunten. Er zijn nog een aantal belangrijke vragen over regulering, over import en export, over het idee dat er één Europees brede entiteit zou moeten komen voor een DSO die de waterstofbelangen behartigt. Er worden ook wat unbundelingsvragen nog neergelegd en uitdagingen neergelegd. En uiteraard wordt iets gezegd over het hergebruik van die infrastructuur. Dit is een startdocument wat de komende jaren nog veel gesprek op zal leveren met die industrie. En die industrie is volop bezig om haar invloed daarin uit te oefenen. En als ik zeg die industrie, dan bedoel ik die hele grote gasindustrie in Europa die met vele monden spreekt richting Brussel om daar haar punt te maken. Dat gaat niet alleen over TSO's en DSO's, over transmissieoperators, maar ook over de verwarmingsindustrie, de voertuigenindustrie die op gas rijdt, de motoren, eindgebruiksapparatuur, op allerlei manieren zitten daar partijen mee te praten. En die verbinden zich ook voortdurend en zijn eigenlijk ook voortdurend bezig om documenten uit te geven. En laat ik u meenemen in twee van dat soort slides daarover. Dit is een rijtje aan rapporten die als je daar een strikje omheen zou doen, eigenlijk zeggen wat zojuist ook al gezegd is. De Europese gasnetten zijn in staat om waterstof aan te kunnen. Er moet nog best veel gebeuren. Er zijn nog onderzoeksroadmaps gaande op het tweede plaatje van Gerg. Maar het eerste document van ENSOC, de Prime Movers Groep, geeft een prachtig mooi overzicht van waar we dan nu staan en hoe die gaswaardeketen verder gedecarboniseerd kan worden en hoe daar waterstof in vervoerd kan worden. Dus eigenlijk zegt dit hele pakket van die gasindustrie, technisch gezien kunnen we het. Als je dan één stap verder gaat kijken en je kijkt naar welke rol dan en welk gesprek de distributiebedrijven dan voeren, dan heb ik hier drie plaatjes en drie documenten overgenomen. DSO's hebben een speciale rol in dat landschap. Want Frank zei het net ook al, hè, meer dan 90% van de eindgebruikers zit aangesloten op de distributienetwerken. En als je waterstof een rol wilt geven richting industrie, mobiliteit en ook mogelijk richting gebouwde omgeving, dan zul je die DSO's mee moeten nemen en zullen DSO's daarin ook een transformatie moeten doorlopen. Midden in H2 voor Ort, een Duits initiatief waarin 37 Duitse stadwerken elkaar gevonden hebben om onder leiding van DVGW een koers te bepalen hoe in Duitsland die transformatie richting 2045, richting 2050 naar klimaatneutrale gasnetwerken gevoerd kan worden. En dat initiatief is eigenlijk overgenomen voor de linkerkant, Ready for H2, een consortium wat vorig jaar oktober is opgestart, wat nu eerst de producten gaat leveren aan de markt en waarin de DSO's gezamenlijk proberen aan Europa te laten zien hoe lokale gasdistributienetten getransformeerd kunnen worden en wat daarvoor nodig is vanuit regelgeving en politiek om die ambitie waar te maken.
Dat gaat over veel DSO's, 90 in totaal, bijna alle landen doen mee. En dat is een belangrijke stem om in Brussel te laten horen. En die DSO's hebben best een belangrijke taak daarin. En aan de rechterkant een zeer recent rapport in Engeland uitgebracht. U weet, daar zijn ze ook ambitieus met waterstof bezig. In Engeland is een paar weken geleden het blending strategiedocument uitgekomen. Eigenlijk een zeer gedetailleerd document waarin de Britse gasindustrie laat zien hoe ze in ieder geval de komende jaren tot een niveau van 20% zouden bij kunnen mengen in hun gasnetwerk. Zeer lezenswaardig document om te zien hoe ze in Engeland daarmee omgaan. Nog één plaatje over H2 voor Ort, het Duitse initiatief. Daar staat ook een interessante transformatiestap in. Hoe ga je nou een gasnetwerk, wat bestaat uit verschillende deelgebieden, op plaatje 1, wat hoofdzakelijk door aardgas wordt gevoed, de witte vlekken, met een beetje biomethaan in de linkeronderhoek. Hoe ga je dat langzaam in stappen? Met donkerblauw ga je lokaal geproduceerde waterstof bijvoegen en de groene vlakken zijn waterstof uit de backbone, die dan ook inmiddels voor de deur ligt. Dan ga je heel langzaam dat netwerk ombouwen. En dan zie je uiteindelijk ook dat dat netwerk gaat bestaan uit meerdere producten en een mix van verschillende producten. Sommige gebieden volledig op waterstof, andere gebieden volledig op biomethaan en andere gebieden weer op combinaties daarvan en mengvormen daarvan. Dat betekent iets voor zo'n DSO. Dat betekent iets over het netwerkmanagement, over de intelligentie die je in dat net moet hebben en ook over hoe je je crew moet ontwikkelen, hoe je je medewerkers moet ontwikkelen om dit soort complexiteit aan te kunnen. En we zien dat bedrijven daar zich op aan het voorbereiden zijn en daar stappen in maken. Dat wat betreft toekomst en richting 2050 en decarbonisatie. Dan een tweede deel waarin je eigenlijk moet kijken van waar staan we dan nu? Als je kijkt naar die toekomst waar we naartoe willen, waar gasnetwerken een rol spelen, hoe ver zijn we dan nu gekomen? Dit zou een beeld kunnen zijn over overkoepelend als je kijkt naar hoe rol je nou veilig waterstof uit in de gebouwde omgeving? Daar is dit plaatje voor bedoeld. Dat is een stappenplan waaruit je vanuit een stuk onderzoek naar experimenten gaat. En dan naar nummer 3, field trials, pilots in het veld. Om uiteindelijk bij community pilots aan te komen alvorens je kan uitrollen. En in elke stap leer je. En groen hebben we achter de rug en donkerblauw ligt nog voor ons. En je zou kunnen zeggen dat we aan de vooravond staan van, nou, Albert heeft het net laten zien, aan de vooravond staan van dorpen en wijken en kleine gebieden die we over gaan zetten op waterstof. En dat kunnen we doen omdat we die groene blokken gedaan hebben en we met z'n allen in onze kennisborging voldoende vertrouwen hebben gekregen dat we waterstof veilig kunnen gaan leveren. We durven te stellen als industrie, denk ik, dat we veilig waterstof kunnen leveren in de gebouwde omgeving. En dat hebben we in een aantal stappen gedaan die ik met u door wil nemen. Wat hebben we de laatste jaren gedaan? Om te beginnen, heeft de industrie een indrukwekkende hoeveelheid experimenten en fundamentele onderzoeken opgestart in de laatste 10 jaar. En dit is slechts een voorbeeld van experimenten en testen die wij gedaan hebben bij DNV in onze onderzoekscentra in Groningen en in Engeland, in Speed Adam. En dan gaat het dus over uitstroomproeven, over lekkage, hoe is de explosiegevoeligheid, dan ga je doen met odorisatie. Hoe kan je het veilig in eindapparatuur doen en ook hoe ga je bestaande netwerken ombouwen en hoe reageren bijvoorbeeld flowmeters op waterstof. Al die stappen zijn heel veel onderzoeken gedaan en een deel van die kennis is ook gedeeld binnen Europa. En we zien ook dat in High Delta onderzoeksprogramma in Nederland daar nog een aantal punten van worden verder ingevuld en uitgedetailleerd voor Nederland. En wat grappig is om te vertellen, de onderste blauwe blok, dit soort onderzoek heeft DNV en ook de gasindustrie 40 à 50 jaar geleden ook gedaan, toen we van stadsgas overgingen naar aardgas. Dezelfde vraagstukken kwamen toen aan de orde en toen heeft ook de gasindustrie haar verantwoordelijkheid genomen om dit te bewijzen en deze onderleggen neer te leggen. En daarna ga je naar dat fundamentele onderzoek, ga je naar stap 2 en doe je field pilots. De linkerkant heeft Albert zojuist verteld. Daar hebben we van geleerd. Dat was kleinschalig, maar was heel goed om te leren. Heeft veel aandacht gekregen. En aan de rechterkant eenzelfde soort setup in onze teststraat in Engeland, waar werkelijk huizen zijn gebouwd om te snappen hoe lekkages en opbouw van gevaarlijke mengsels van waterstof wel of niet gaan ontstaan. En die leringen en die realistische condities nemen we allemaal mee. En dat brengt ons dan, en dat doen we niet alleen op deze plekken. Er zijn vele van dit soort onderzoeken gaande. Dit is een plaatje uit de Ready for H2 documenten van afgelopen december. In Frankrijk, in Duitsland, in Denemarken, in Engeland. Er zijn allemaal onderzoeken aan de gang
pilotprojecten aan de gang, dan wel op bijmenging, dan wel op 100% waterstof. Allemaal om te leren en om met elkaar kennis op te bouwen, om veiligheid te borgen en te laten zien dat het kan. En dan kom je op een gegeven moment op het eindpunt waarin je zegt, dan voel ik me veilig genoeg om het gaan uit te rollen. En dat is waar de gasindustrie nu staat. Standaard Haringvliet, Hogeveen zijn juist genoemd door Albert. Hetzelfde gebeurt ook in Engeland, Winleton, Levenmount in Schotland zijn plekken waar de voorbereidingen worden getroffen om nu honderden tot duizend woningen om te gaan bouwen op waterstof. Winleton is interessant omdat daar nu blending wordt gedaan, daar wordt nu bijgemengd en dat gaat straks naar 100%. En dit zie je over Europa breed heen uitgerold worden. De gasindustrie is zich uit aan het rekken en uit aan het rollen om waterstof mogelijk te maken. En dan kom ik weer bij mijn eerste plaatje over die roll-out. We hebben indrukwekkende kennis opgebouwd in het groene deel. We hebben nog een aantal punten te doen en een aantal werken te doen. Maar we zijn aan de vooravond van een veilig en betrouwbaar waterstof uitrollen in Europa en zeker ook in Nederland. Marco, terug naar jou. Ja, dankjewel Johan. Goed om ook te zien het Europese perspectief. Eerst even een inhoudelijke vraag die ik ook zag in de chat. Er wordt gevraagd, de Nederlandse DSO's hebben een strategie dat we gaan kiezen tussen waterstof of groen gas. En eigenlijk wordt daar minder gekeken, als ik hem goed interpreteer, naar een mengvorm. Nou, geef jij hier in een van de slides aan van heel veel partijen in Europa zijn ook wel bezig om een blending te doen, dus gemixt. Hoe verhoudt zich dat? Hoe kijk jij daarna vanuit Europees perspectief? Zitten de DSO's in Nederland nou op de goede strategie? Keuzes maken? Of is die blending toch ook wel mogelijk met de ervaring vanuit Europa? Dan zijn er twee antwoorden die je daarop kan geven. Ja, er zijn inderdaad nog landen die heel duidelijk naar de blending optie kijken. Ik weet dat Italianen daar naar kijken en ik heb net laten zien dat Engeland zo'n rapport heeft uitgebracht. Dat kan technisch en je kan bovenop aardgas of bovenop biomethaan waterstof bij gaan mengen. Wat denk ik nog belangrijker is de vraag of je iets op gaat leveren, CO2 technisch. En dat is een rapport die ik niet heb laten zien, maar die wel veel impact heeft gemaakt afgelopen week in de gasindustrie in Europa. Een rapport van Fraunhofer Instituut uit Duitsland, die heeft laten zien dat bijmengen van waterstof je CO2 technisch eigenlijk heel weinig brengt. Dus als je wilt gaan blenden bovenop aardgas, moet je dat alleen maar doen als je het als een tussenstap gaat zien op weg naar. Dan kan het je helpen. Ja, dankjewel. En een andere vraag. Hè. We kijken nu iets breder. Europa al. Maar er is natuurlijk een hele wereld. Zie je dat Europa met al zijn initiatieven nu voorop begint te lopen? Of zeg jij van nou, in China, Azië, Amerika, daar zie je ook wel ontwikkelingen die misschien nog wel veel sneller gaan? Ja, nou, beide is waar. Ik denk dat Europa veel voorop loopt en de Europese gasindustrie aan verantwoordelijkheid daarin neemt. Maar wij zijn ook betrokken bij een aantal initiatieven in Canada bijvoorbeeld, waar ze dezelfde vraag stellen, maar meer nog naar blending kijken. We zien allerlei ombouwvraagstukken aankomen, dat partijen steeds maar weer willen kijken van wat gebeurt er als ik mijn netwerk ombouw en welke stappen moet ik dan maken. En dan zie je eigenlijk alle bedrijven zich in schikken. We zijn in Italië bezig, we zijn in Hongarije bezig, we zijn in Oman bezig, we doen in Canada dingen zoals ik al zei. Alle partijen kijken daar naar decarbonisatie van het aardgasnetwerk. Dat is de prikkel die ze krijgen en daar gaan ze mee aan de slag. Ja. Dan misschien een hele andere vraag. Ik weet niet of je daarop ingaat. Ik zie in de chat ook dat we zeggen van hey, wie lopen er voorop in Europa? Dat zijn eigenlijk toch wel Nederland, de UK. Nou is natuurlijk die energiewende jaren geleden in Duitsland begonnen. Even UK, net buiten Europa zeg ik even, loopt Nederland dan voorop en moeten wij samen met Frans Timmermans Europa mee gaan nemen in de next steps? Nederland zit zeker in de kopgroep, laat ik het zo zeggen. Het zit zeker bij de voorlopers en we hebben, dat heeft denk ik de vorige sprekers en zeker Frank in dat bredere netbeheerdersplan laten zien. We hebben een goede strategie, we doen onderzoek, we doen pilots, we bereiden ons voor op en dat is goed. Maar dat doen andere landen ook. En iedereen kiest daar zijn eigen route. Nederland heeft natuurlijk een aantal specifieke kenmerken met een zeer uitgestrekt gasnetwerk. Andere landen hebben daar andere posities ingenomen. Denemarken brengt bijna geen aardgas naar eindgebruikers. Ze doet het met warmte, kiest andere routes. Sommige landen zitten veel met verwarming door elektriciteit. Dus eigenlijk zul je uiteindelijk een pad zien waarin elk land
Elk land gaat zijn eigen route kiezen afhankelijk van zijn huidige situatie en de historische perspectief en de toekomst die ze zien in termen van welke bronnen kan ik aanboren en kan ik dingen zelf op gaan wekken. Ja. En dus moet ook elk land zijn eigen ervaringsleer opdoen en zijn eigen pilots maken die specifiek zijn voor dat land. Ja, nou weet ik, Johan, dat jij ook wel bij een aantal pilots betrokken bent. Wat zou jij nou het publiek hiermee willen geven, maar ook de netbeheerders die hiermee bezig zijn om te zeggen van hey, willen wij in 2030 helemaal klaar zijn voor die grootschalige uitrol? We hebben al gezien 2025, de stip op de horizon van Albert, dat wordt de stad aan de Haringvliet. Dan hebben we nog 5 jaar om nog groter en verder te versnellen. Wat zijn nou 2, 3 punten waar je van zegt van hey, vanuit Europa, dat is nog wel iets waar onze netbeheerders gebruik van zou kunnen maken of kunnen leren? Nou, laat ik hem omdraaien. Ik denk vooral wat de netbeheerders nodig hebben. Het mogen is al aan de orde gekomen. Maar netbeheerders kunnen zich natuurlijk voorbereiden op die ombouw en voorbereiden op de levering van waterstof. Een voorwaardelijkheid die daarin zit is uiteraard wel dat waterstof in voldoende mate aanwezig moet zijn met de juiste kleur. En dat er een afnemersgroep moet zijn die ook waterstof wil en durft te gebruiken. Dat kunnen de distributiebedrijven en de transportbedrijven niet alleen. Daar zullen ze steun nodig hebben van Europa om die stimulans in te brengen, om prikkels te geven, financiële en reguleringsprikkels, om ook die markt te gaan ontwikkelen en om productie en afname op zijn plek te krijgen, zodat er ook distributie en transport plaats moet vinden. Ja. En nou zit jij op de stoel van minister Jetten. Wat wordt de eerste stap vanuit Den Haag? De netbeheerders gewoon hier vol in meegaan? Of zeggen van nou, hij moet nog even goed nadenken of er niet ook vanuit de commercie, hè, de markt, wellicht een ander perspectief voor de Nederlandse industrie naar Europa toe is? Nee, ik denk dat je ziet het aan de stappen die we nu maken. We gaan van netbeheerders die met zichzelf en samen hebben uitgezocht dat die netwerken kunnen. Zie je nu dat we pilots gaan doen waarin we bewoners en woningbouwverenigingen en lokale politiek mee gaan nemen. En daarna zie je dat we ketens gaan ontwikkelen, dat zei Frank ook al. Dus wat Jetten moet doen is dat soort initiatieven blijven stimuleren om die volgende stappen te maken, om naar opschaling te gaan en grotere pilots te gaan, zodat we blijven leren en dan kunnen uitrollen. Ja. Nou, dankjewel Johan. Als ik het kort samenvat waar we het vandaag over hebben gehad, is waterstof volgens mij een hele interessante voor de toekomst. Volgens mij uit de onderzoeken, het is veilig, betrouwbaar. Hè? En daar kun je altijd nog verder onderzoek doen naar explosieveiligheid en risico's aan de huidige netten overgang. Ik denk dat vanuit de overheid en de veiligheid daar ook wel die samenwerking kan komen. Ik zag in de chat net ook dat een aantal partijen als Bouwen Nederland ook heel graag met de netbeheerders in conclaaf willen wat zij kunnen bijdragen. Want uiteindelijk komt het ook weer leerscholen en daarin mensen opleiden om ook hier heel goed mee om te gaan. Ja, als ik het dan kort bezie, denk ik dat we als Nederland zeker niet, hoe zeg je dat, overvallen zullen moeten worden door waterstof. En dat we gezamenlijk, laten we zeggen, de next steps kunnen maken, waarbij volgens mij heel veel partijen de energie hebben om er ook wat van te maken. En ik hoop dat vanuit Dutch Power we hier ook een goede bijdrage hebben kunnen leveren om mensen ja, te informeren, kennis op te doen. En hopelijk dat jullie elkaar vinden in de next steps. Wij zullen als Dutch Power deze presentaties ook allemaal beschikbaar stellen. En dan wil ik jullie alleen maar hartelijk bedanken voor jullie aanwezigheid. En hopelijk op, volgens mij is het 10 maart, of daarna een keer in real life jullie mogen zien. Dank jullie wel allemaal. Vooral dank voor alle sprekers voor jullie inbreng en weergave. En graag tot een volgende keer. Dank jullie wel.